Vroeger waren alle hoge torens van staal. Daarna kwam beton. Maar tegenwoordig kijken we vooral naar heel veel glas. Maar dat is een tikje ouderwets aan het worden. Het nieuwe World Trade Center in New York, de Londense Shard, niet meer van deze tijd. De toren van de toekomst is van hout. Jawel, hout. En als alles mee zit, krijgt Amsterdam 's werelds hoogste houten woontoren. Project noemen we hout met H-A-U-T. Van het Franse oud of haute couture, hoog of verfijnd eigenlijk. En het is een gebouw, 73 meter hoog. Dan hebben we eigenlijk de onderste twee lagen. Daar is een deel van beton en dat is bedoeld omdat we eigenlijk de overdracht moeten maken tussen de parkeergarage en de woonverdiepingen. En daarna zijn eigenlijk alle wanden en alle vloeren die die toren overeind houden, zijn gemaakt van hele dikke houten platen, groot. En die zijn op elkaar gestapeld met vloeren daartussen. En de kern van het gebouw, het skelet, is dus echt van hout. In de gevels wekken we ook energie op uit het zonlicht. Dus die gevels zijn voor een groot deel van glas en deels bedekt met panelen die de zonne-energie gebruiken, omzetten. En daar het gebouw gebruikt die energie voor bijvoorbeeld warmte in de winter of voor licht. De eerste vraag die iedereen dan stelt is inderdaad, gaat dat hout niet branden? Dat hout, dat is zo'n dikke, solide, grote plaat, dat dat niet zomaar doorbrandt. Dus daar, als dat eenmaal zou gaan branden, dan blijft het heel lang overeind. Langer eigenlijk, of even lang als beton of staal. Wat zijn de voordelen van hout? Dus als je in hout bouwt, dan haal je CO2 uit de lucht en dan sla je dat op. Als je in beton zou bouwen of in staal zou bouwen, dan zou je die CO2 uitstoten de lucht in. En dan krijg je dus meer CO2 in. En wij vinden het zo mooi dat je zaadjes plant, de bomen groeien en daarmee maak je dat gebouw. Oké, dat is het duurzaamheidssausje, Ilan Sluis, dat er nu overheen zit. Toch een beetje het gevoel van een soort van luxe boomhut of bouwketen op niveau. Ja, je zou bijna denken, we gaan weer terug naar de oertijd. We bouwen met hout, maar nou, je hebt de tekeningen gezien. Het ziet er wel revolutionair uit. En dat is het ook. Het is ook echt heel duurzaam, hè, want je onttrekt inderdaad CO2 uit de lucht. Het is een beetje net als met duurzaam hout stoken. Maar het is echt prachtig. Ik heb er ook even over gebeld met de TU Delft. Mm-hmm. Die hebben een hele afdeling houtconstructies en die zeggen ook wel, ja, dit is echt wel revolutionair en uniek. En dat allemaal dus dankzij de CLT-plank. Oftewel cross-laminated timber. Ja. Ja, een soort heel dik triplex. En waar wordt dat gemaakt dan, dat spul? Nederlands. Het is niet Nederlands, nee. Het wordt in Amerika gemaakt, wordt op verschillende manieren gemaakt. Kan je even laten zien hoe dat dan werkt? Want hier zie je dat gebeuren. Het zijn dus dikke houten planken. Die worden dus kruiselings over elkaar heen gelijmd. Met dus ook duurzame lijm, hè. Ook heel belangrijk. En dat wordt dan nog eens een keertje op elkaar geperst. En daar krijg je dus een hele dikke plank van wel 20 meter lang. En die is dus zo stevig dat je daar hele torens van bouwen. Torens van bouwen, ja. Ja. Dus dat is over 73 meter. Ja, daar staat behoorlijke kracht op. Er staat een behoorlijke kracht op. En ook dat hebben ze natuurlijk getest. Hoeveel kan dat aan? Mm-hmm. Er is een filmpje, dat zie je hier ook. Er wordt opgedrukt. En uiteindelijk bij 37.000 kilo, ja, dan zegt hij pas krak. Per vierkante centimeter? Ja. Ongeveer. Ja. Ja. Zo'n toren kan toch niet van 100% hout zijn natuurlijk. Ze hadden het net over beton onderbouw. Anders heb je een parkeergarage van hout. Is misschien wat onhandig. Ja, Amsterdam, hè, drassige grond. Dus ze hadden inderdaad wel een betonnen fundering nodig voor de parkeergarage en de eerste verdieping. Maar de rest, het hele skelet en ook de kolom, is allemaal van hout. En dat is laatst dus wel uniek. Er zit natuurlijk ook wel glas omheen. Hè. Dat lijkt me duidelijk. Er komt ook een klein laagje beton over de houten vloeren heen. Want anders maakt het te veel lawaai. Dan hoor je de bovenburen met de naaldhakken eroverheen lopen. Okay, ja. Maar dat is dan wel zo'n beetje het enige. En wat wel uniek is, is dat dus ook de hele kolom, dus waar ook vaak de liftschacht in zit. Dus echt de kern van die hele woontoren uiteindelijk van hout wordt gebouwd. Dat ik vind het toch een beetje, hoe heet dat? Jenga, dat spel waar je die blokjes dan uit zo'n toren moet trekken. Dat zie ik opeens voor me. Hoe veilig is dit? Ja. Nou, het is heel veilig dus. Dat hout, dat CLT, dat is zo ontzettend dik en stevig. Je hoorde het al even in het filmpje, dat het dus net zo brandwerend is als beton of staal. Dus in die zin maakt het niet zoveel uit. Er komt wel een extra sprinklerinstallatie hier, toch voor de zekerheid. Dus dat is veiliger aan. Het werkt ook niet, hè, dat hout. Je hoeft niet bang te zijn dat als je het iets te strak tegen de wanden legt met je laminaatje thuis, dat het dan omhoog komt of zo. Nee. Het blijft echt stevig op zijn plaats zitten. Dus het is net zo stevig. Wordt het een wereldprimeur van Amsterdam, die toren?
Dat is nog even de vraag. Ze moeten wel opschieten, want er zijn meer van dit soort woontorens in aanbouw. In Vancouver bijvoorbeeld bouwen ze dit apparaat. Waarvan je niet meer ziet dat het van hout is. Dat kan je bijna niet zien. Ja. Maar deze wordt wel 300 meter hoog als het goed is. Dat heb ik me laten vertellen. Dit? Dus ja, dat wordt een enorm ding. In Stockholm zijn ze er ook eentje aan het bouwen. En ook in Londen. Die worden allemaal veel hoger dan in Amsterdam. Maar in Amsterdam zijn ze dus, als het goed is... Dit wordt 300 meter. Dit, ja, ja, deze wordt 300 meter hoog. Dus inderdaad ook met een houten skelet. Nou ja, het wordt een gigantische revolutie. En zoals dat dan gaat, zoals dat vroeger ook met de wolkenkrabbers ging... ontstaat natuurlijk een hele wedstrijd in. Wie kan de hoogste bouwen? Nou, in Amsterdam zijn ze dus begonnen. Van hout. Ze gaan volgend jaar bouwen. Jij bent toch wel meer van beton gewoon? Betonnen jongen? Ja, gewoon lekker beton. Ja. Beton en stijl. Ik vind het mooi, hè? Materiaal. Hout kun je heel veel mee doen. Ja, heb ik mooi eens door een architect laten bijpraten. Het heeft ook voordelen. Helemaal fan van dat materiaal. Ja. Maar 300 meter hoog. Dat gaat toch wapper als een gek? Ja, maar dat is juist gunstig volgens mij, toch? Ja, dat moet, moet ook. Zelfs met staal en beton moet het heen en weer gaan. Nou ja, we zullen het zien. In 2019 moet hij af zijn. Dan zijn ze in ieder geval de eerste, maar dus niet heel lang de hoogste.